Nance in de middag. Dat wat jij niet mag weten. Buitenaards contact. Complottheorieën. UFO-meldingen. Het onzichtbare gevaar. Straling. Wat houdt men voor de massa verborgen? Anton Teube onthult. Exclusief op Royal FM. The truth is out there. Er gaat niets boven Groningen, maar er gaat ook echt niets boven Groningen. Er gaat wel iets boven Groningen, namelijk UFO's. Ja, er gaat van alles boven Groningen. En Anton Teube is de ufoloog die we aan de telefoon hebben iedere dinsdag. Hoor je Anton? Ja, ik hoor je duidelijk. Nou, heel goed. Anton? Ja? Het is van eindelijk gebeurd, hè? Ja, het gebeurde eindelijk, denk ik, ja. De landelijke media is eindelijk wat jij hier al maanden roept hier op die dinsdag. En wat jij ook al via Nibiru al jaar en dag naar buiten brengt. Er is buitenaards contact en we worden bezocht. En nu lijken dan wat ogen open te gaan. De landelijke media heeft zich erop gestort, want ik kom je in tal van kranten tegen vandaag. Ja, dat klopt, ja. Het is inderdaad, als je UFO's boven Groningen gewoon bij Google intoetst, dan dat heb ik het net eens even gedaan. Dat is heel bijzonder. Ja, het staat overal in en iedereen is eigenlijk wat dat betreft, werkt ook gelukkig op dit moment met het feitelijke materiaal wat er is. He, dus ze gaan niet onder getuigen van de mensen weer heen. Het gebeurt hier gewoon. Het is gaande. Ja, nou jij roept het al weken, het gebeurt daar in Groningen. Maar wat ik nou niet begrijp, Anton, hier staat in al die berichten ook weer Groningen. Vanuit de provincie Groningen blijken de laatste maanden honderden meldingen binnengekomen van mensen die menen iets te hebben gezien. Menen iets te hebben gezien is, het is zo duidelijk. Ik heb net vanmorgen weer meldingen boven Delfzijl van 4 objecten. Boven Leeuwarden gisteravond weer. Boven Scharmer 4 tot 20 objecten, variërend in grootte van 6 tot 100 meters. Ja, en dat gaat maar door. Maar zijn er nou ook mensen die het daadwerkelijk vastleggen? Want daar zitten de mensen op te wachten, denk ik. Ja, er is veel meer beeldmateriaal. Maar je begrijpt wel dat door alle aandacht die er nu gewoon is. Ja, dat. Kijk, het beeldmateriaal is er wel. Het staat allemaal op Google en we krijgen ook van veel lezers door. Het is wel te vinden onder dit of onder dat. Maar het komt gewoon naar voren. En we hoeven het in principe ook niet meer te bewijzen van de feiten die liggen er uiteraard. Ja, maar ik denk dat mensen toch zitten te wachten op heel concreet beeldmateriaal. Ja, nou dat kan ik me voorstellen. Ik denk dat we nu dan zo langzamerhand ons ministerie van Defensie maar eens even aan de jas moeten trekken. En dat ze hun kasten maar eens een keer open moeten gooien. En ik bedoel, wij hebben dat genoeg gedaan. Wij kunnen zoveel beeldmateriaal laten zien. En als we ons daar een dag op concentreren, nou ja, dan staat het hele ding staat vol. Maar mensen willen het nu daadwerkelijk wel eens voor de televisie horen. Die willen daadwerkelijk uitleg over de situatie en niet worden afgedaan met Thaise ballonnetjes en dergelijke. Want sommigen die denken daarmee het hele fenomeen op te lossen. Ja, van die weerballonnen. Ja, maar het is gewoon fantastisch dat dit gebeurt. En we merken ook duidelijk bij de journalisten, merk ik niet meer. Het is niet meer alleen maar nieuwsgierigheid. Er komt nou wat meer bij kijken. Ja, tuurlijk. De feiten die liegen natuurlijk niet. En nou hebben jullie vandaag echt ontzettend veel publiciteit gehad. Want jullie staan toch echt in heel veel kranten. Heb je al reacties daarop gehad van de overheid uit? Nee, de overheid is, ik weet niet wat die doet. Maar die slapen waarschijnlijk verder. Ik kan het niet zeggen, want ik verwacht toch zeker dat er iemand uit de overheid of een burgemeester of een weet ik veel wat, ik bedoel, zich daadwerkelijk eindelijk eens een keer meldt. Ik weet niet wat de bedoeling hiervan is. Het verstoppertje blijven spelen, waarbij mensen zo langzamerhand nou wel eens een keer uitspraken willen hebben van onze zogenaamde hoge heren, die daar ook voor betaald worden. Ja, het lijkt me voor jou ontzettend frustrerend. Nou, het is denk ik voor mij zo langzamerhand wordt het een lachertje, want het is niet zozeer meer frustrerend, want deze mensen die op deze positie zitten, die beginnen zich gewoon zo langzamerhand op een gigantische manier in de vingers te snijden. Want ze kunnen natuurlijk, als ze bij de feiten blijven weglopen, ja, dan maken ze zich eerlijk gezegd een beetje belachelijk. Ja, maar ik zit er dan ook over na te denken, hè? Want je had vorige week heb je nog uitvoerig gesprek gehad met Arie Muller, die ook wel eens claimt in het verleden met mensen te maken te hebben gehad die dus echt met piloten die bijvoorbeeld dingen hebben gezien in het luchtruim. Er liggen zoveel feiten, er liggen zoveel materiaal ligt er eigenlijk. Maar ik zit me ook suf te piekeren. Hoe kan het nou dat de overheid dit allemaal in de doofpot stopt? Hoe kan dit nou gewoon? Ja, nou, dat vroeg van de week vroeger was er een NRC-journalist. Die vroeg mij dat ook. En toen zei ik eerlijk gezegd een beetje geërgerd van,
ga eens naar je baas toe en deze man en ga eens verder zoeken. En dan kom je uiteindelijk uit bij een bepaald clubje. En ga daar maar eens vragen, daar weten ze wel meer. En mensen op bepaalde posities, die moeten zich in Nederland nu eens een keer realiseren dat er wat gaande is, wat hun pet te boven gaat en wat zij niet snappen. En dat dat daadwerkelijk gebeurt, dat is natuurlijk duidelijk. En ja, ik bedoel, ik neem toch aan de burgemeesters hier in het noorden ook wel allemaal op dit moment toch wel een bepaalde vorm van overleg hebben. Dat hebben ze regelmatig met een instantie die het NCC heet. Dus wie houdt nou eigenlijk deze informatie voor ons allemaal verborgen? Ja. Maar het wordt alleen maar heftiger, want de aantallen sightings die lopen alleen maar op. En dat komt ook steeds dichter naar de mensen toe. En iedereen is eigenlijk zeer verrast. Ja, ja, je vertelde mij net ook van iemand. Ja, want, is bang. Nou, je vertelde net ook van mensen gaan ook hele vervelende, nare dingen denken. Want er was zelfs iemand bij jou gekomen die heeft gezegd vanuit het einde van de wereld is nabij en... Dat krijg je nou, hè, als er geen duidelijkheid komt? Dat krijg je als je geen duidelijkheid hebt. Ik bedoel, ik weet ook uit een plaatsje hier rond Groningen, waar diverse oudere dames die regelmatig in de kerk zitten, gewoon zo langzamerhand ook wel eens uitspreken, bespraken willen hebben van de dominee. Nou ja, laten we nou zo langzamerhand maar eens verklaren wie de Elohim en de Nephilim in de Bijbel waren. Zij die van de hemel kwamen. Ja, wat zijn dat dan geweest? Ja. He, dus laten we zo langzamerhand eens openheid geven in dit land. En laten we eens duidelijk zijn en eerlijk zijn ten opzichte van elkaar. Want dit soort informatie wat ik vertel, dat is geen farce. Ik bedoel, er is zoveel informatie over te vinden dat we ons zo langzamerhand afvragen waar we mee bezig zijn met het voor de gek houden van de mensheid. Ja, ik vind het ongelooflijk. Ik weet ook niet meer wat ik er nog voor zinnigs op kan zeggen, Anton. Nou, je hoeft er ook niet. Het enige is dat iedereen op dit moment zo langzamerhand ziet dat er een andere realiteit is. En dat steeds meer mensen daar daadwerkelijk achter komen. En ook steeds meer mensen daar het nieuws natuurlijk in de gaten houden. Ze zijn er langzamerhand flauw van om 6 dagen achter elkaar naar een brandende auto in Glasgow te kijken. Waarbij we nog maar moeten denken of dat nou echt terroristen zijn geweest. Want ik heb nog steeds geen bewijs. Ja. Ik bedoel, wordt dit allemaal gestaged of wat is dit? En dat we steeds naar nieuwsmateriaal moeten kijken wat van een paar jaar geleden is, allemaal oud materiaal, dat het lijkt gewoon op het grote journaal, het NOS-journaal, lijkt op een groot verzinsel zo langzamerhand. En dat zijn natuurlijk ook de reacties van steeds meer mensen. Ja, duidelijk. Die hiervan op de hoogte zijn en zich dit afvragen. Ja. Zijn er mensen die Anton die nog informatie hebben voor Anton of die vragen hebben voor Anton, die kunnen altijd kijken op www.niburu.nl. Daar is alles te vinden, ook over de UFO-meldingen. Anton, wij staan hier weer bij in je strijd met, maar meer dan dit gesprek van 10 minuten kunnen wij ook niet. Nee, ik ben hier dan hartstikke blij mee. Ik vind het heel fijn en ik hoop dat de mensen die bij jou luisteren, dat ze ook met name aan jou bepaalde zaken doorgeven. Dat zou ik heel fijn vinden. Ja, ik sluis altijd alles door naar jou, hè? Ja, ik sluis alles door naar jou. Ja, dat is ook heel goed. Dat werkt ook prima. Ik weet er niks van. Ik heb ook de informatie maar weer van jou. Dus www.niburu.nl. En mocht je niet weten hoe je het moet spellen, dan wil ik je dat met alle liefde en plezier nog even doormailen. Dan mag je altijd mailen naar studio@royaal.fm. Anton, dankjewel. Ik spreek je volgende week weer. Ja, ik hoop dat ik dan op vliegveld Eelden sta, waarbij ik bij een heel groot schip of zo. Nou, zolang je niet in het schip zit, vind ik het prima. Nou, ik hoop dat de heer Wallager bij me staat, dan mag hij ook even in. Dan moet hij de werkelijkheid toch maar eens een keer onder ogen zien. Ja, is waar. En ik moet me trouwens wel even corrigeren. Volgende week zit Caroline hier op deze plek. Nou, dan doe ik het met Caroline. Met Caroline, ja. Oké. Nou, dankjewel en ik wens jou verder veel succes. En zeker voor vandaag, want je zal nog heel veel telefoontjes gaan krijgen. Dat vermoed ik wel, ja.